Sommigen in Den Haag moeten daar nog wel eventjes aan wennen. Maar ik ga mijn belofte houden aan u en aan al die mensen die op ons gestemd hebben. De PvdA stapt niet in een regering zonder GroenLinks. Partijgenoten, wat is het geweldig om elkaar eindelijk weer eens in de ogen te kijken zonder dat er een scherm tussen zit. Dat geldt voor de mensen hier in de zaal, voor de mensen thuis. We moeten het even met een scherm doen, maar heel fijn dat u er bent. Het is lang geleden dat we elkaar zo konden ontmoeten in Nieuwegein, maart 2020. Dat was de laatste keer. En vlak daarna veranderde corona onze levens ingrijpend. Velen van ons werden geraakt door de gevolgen van het virus. We verloren geliefden, we hadden verdriet, we werden ziek, we waren eenzaam. Het was een tijd van gemis. En iedereen had behoefte aan een arm om de schouder. Maar we konden elkaar tijdenlang alleen maar op afstand en via beeldschermen ontmoeten. Velen van u, ik zei het al, kijken ook nu weer mee achter het scherm. Want we kunnen hier met een kleine bezetting, maar ja, toch wel heel fijn, met een kleine bezetting live aanwezig zijn. We doen het ermee. Het zijn eigenlijk een beetje de kleinere ongemakken van corona. Want weer zien we de besmettingscijfers stijgen. Weer zijn er festivals en evenementen die niet door kunnen gaan. En we houden onze adem in of het onderwijs wel veilig open kan. Juist in zo'n tijd, zo'n moeilijke tijd, is het belangrijk om het hoofd koel en het hart warm te houden. En velen deden dat. Het is een tijd waarin mensen opstaan, een stap naar voren doen. Mensen door wie onze samenleving is blijven draaien onder de moeilijkste omstandigheden. De medewerkers van de GGD, de zorgmedewerkers die elke dag voor ons klaarstonden, de vakkenvullers, de buschauffeurs, de schoonmakers, de vrijwilligers van de voedselbank, voor wie thuiswerken geen optie is. Leden van onze eigen rode familie die oudere partijgenoten hielpen met boodschappen. En velen van u zijn hier en kijken mee. Vele, vele anderen deden die stap naar voren. En aan u en aan al die mensen die stap naar voren deden, die iets extra's deden voor een ander, daarvoor passen ons grote, grote woorden van dank. Partijgenoten, vandaag zijn we bij elkaar om over de actuele politieke situatie te spreken. En staat u me toe om eerst iets te zeggen over de situatie in Afghanistan. Hoe wanhopig moet je zijn als je jezelf vastklampt aan de wiel van een vliegtuig om je land te ontsnappen? De verhalen van de Afghanen die wanhopig een veilig heenkomen zoeken zijn hartverscheurend. Het is een drama. Zoveel mensen die het land niet meer hebben kunnen verlaten. Zoveel familieleden en oud-collega's die in onvoorstelbare spanning hopen dat hun dierbaren in veiligheid zijn. Talloze mensen zijn hun leven niet meer zeker. Onze Kati Piri was met heel veel anderen, waaronder ook partijgenoten, dag en nacht in de weer om mensen op de lijsten te krijgen zodat ze geëvacueerd konden worden naar Nederland. Dat is hartverwarmend. Maar het is ook tragisch dat het nodig is. Dat de urgentie niet eerder werd gevoeld. Het kabinet maakte zich meer zorgen om het uitzetten van de Afghanen dan om het lot van de tolken die ons bij hebben gestaan. Ondanks maandenlang aandringen van de Tweede Kamer is niet eerder een evacuatieplan gemaakt en uitgevoerd, waardoor er nu mensen achterblijven in Afghanistan. Het is een onverteerbaar falen van dit demissionaire kabinet en dat kan niet zonder gevolgen blijven. Het is een zwarte pagina in onze geschiedenis.
En dan te horen hoe mensen in Harskamp spreken over de Afghanen die in doodsangst naar ons land zijn gevlucht. Het maakt me woedend. Laten we ons imponeren door een groep xenofoben die een vergelijking met Auschwitz durven te maken. Nooit, maar dan ook nooit, zullen we onze oren laten hangen naar dat soort geluiden. En ik en ik weet zeker u ook, verwacht van dit kabinet een duidelijke afwijzing van zulk gedrag. Maar wat kregen we? Een halfbakken statement van de minister-president. Dat is niet genoeg. Neem er afstand van. Leden van de Partij van de Arbeid. Het falen van dit kabinet brengt me op de binnenlandse politiek. Het Nederlands optreden in Afghanistan van dit kabinet maakt duidelijk: dit demissionaire kabinet krijgt materieel niks voor elkaar en is moreel failliet. Het is nu 7 maanden na het aftreden om het toeslagendrama. Het is 5 maanden nadat de kiezer heeft gesproken. En ons geduld is op. Ons geduld is op omdat Ankie Broekers-Knol nog even denkt vluchtelingenkinderen het recht op ouderlijke liefde te kunnen ontzeggen. Ons geduld is op omdat Rutte en Hoekstra 100.000 mensen laten wachten op een betaalbaar huis, maar beleggers ongestoord hun gang laten gaan. Ons geduld is op omdat mensen ziek worden van de hoge zorgrekening. En omdat in ons land 1 miljoen mensen in armoede leeft. Ons geduld is op omdat er weer een schooljaar is begonnen met een schrijnend tekort aan juffen en meesters. Ons geduld is op omdat iedereen, waaronder ouderen, leraren, mensen die in de zorg werken, volgend jaar op de nullijn worden gezet. Terwijl het kabinet wel 2 miljard blijft geven aan multinationals. Ons geduld is op omdat onze planeet onleefbaar dreigt te worden. Dicht bij huis, Zuid-Limburg, een verschrikkelijke watersnoodramp. Maar de vervuilers blijven onbekommerd CO2 uitstoten. De afgelopen jaren was er stilstand en er werd weggekeken. En daarom moet er een nieuw kabinet komen. En ja, u en ik, wij willen dolgraag een kabinet zonder Mark Rutte. Wat zeg ik? Zonder de VVD. Maar tegelijkertijd beseffen we ook, de kiezer heeft gesproken. En een kabinet zonder de VVD kan simpelweg niet worden gevormd. En de vraag die daarom voor ligt is deze. Laten we rechts hun gang gaan of proberen we dingen voor elkaar te krijgen voor de mensen die op de Partij van de Arbeid hebben gestemd? Laten we proberen keiharde afspraken te maken over het bestrijden van ongelijkheid, het tegengaan van de woningnood, over het verhogen van het minimumloon, eindelijk, en het verlagen van het eigen risico in de zorg, zo nodig. Over meer waardering voor de mensen, minder bureaucratie in de publieke sector, over het aanpakken van klimaatverandering en voor een schone planeet voor onze kinderen en kleinkinderen. Want partijgenoten, als we Mark Rutte en Wopke Hoekstra hun gang laten gaan, dan weet ik 1 ding zeker. Dan gaat dat allemaal niet gebeuren. Dan wordt de champagne ontkurkt in de boardrooms, maar blijven gewone mensen met lege handen achter. Dan komt er weer een kabinet dat niks doet aan de grote, grote opgave van deze tijd. En daarom zou ik aan tafel willen komen om onze kiezers te vertegenwoordigen. En ik ben niet bang om die rechtse gasten naar links te trekken. En ik ben net zo min bang om keihard oppositie te voeren als dat niet lukt. Maar ik vind wel dat we het moeten proberen. En het is altijd aan u, leden van de Partij van de Arbeid, om op het congres een oordeel te hebben over een onderhandelingsresultaat. En ja, partijgenoten en Tom van der Lee, zou ik willen zeggen. Daarbij hou ik vast aan GroenLinks. Zoals we samen hebben opgetrokken met het pensioenakkoord, waardoor mensen eerder konden stoppen met werken. Zoals we samen onderhandelden over een woonakkoord, waarmee honderden miljoenen extra werden geïnvesteerd in wijken en buurten die dat verdienen. Zoals PvdA en GroenLinks de klimaatwet schreven. Zoals we samen een voorstel hebben gedaan om de abortuswet te moderniseren. Zoals ik u heb beloofd bij mijn aantreden als lijsttrekker.
en zoals u opriep in de congresmotie van dit jaar. En zoals ik de kiezers, onze kiezers, heb toegezegd in de campagne. Sommigen in Den Haag moeten daar nog wel eventjes aan wennen. Maar ik ga mijn belofte houden aan u en aan al die mensen die op ons gestemd hebben. De PvdA stapt niet in een regering zonder GroenLinks. Beste mensen, in tijden van verdeeldheid, waar er een bonus lijkt te staan op afsplitsen en een premie op het behartigen van het platte eigenbelang, doen wij iets anders. Wij kiezen voor samenwerking. Wij willen niet alleen, maar samen een vuist maken. Omdat we samen hoop kunnen bieden aan al die mensen die snakken naar verandering. Samen met links en progressief Nederland de straat op voor betaalbare huizen. Samen de aandeelhouders op de knieën dwingen. Samen bouwen aan een beter morgen. Dat is de vooruitgang die wij willen. En dat moet een belofte zijn aan allen, in plaats van een voorrecht voor een enkeling. Sociaaldemocraten weten, het moet anders en samen kunnen we dat. Partijgenoten, ik vraag vandaag van u geen mandaat voor fusies. Dat is niet aan de orde. En bovendien gaat u daar zelf over als leden van de Partij van de Arbeid. Maar ik vraag u wel iets anders. Jarenlang bleef linkse samenwerking bij slappe kopjes koffie, goede voornemens en eenmalige optredens. GroenLinks en de Partij van de Arbeid spreken nu uit dat ze een stap willen zetten om de belofte van samenwerking in de praktijk te brengen. Met één onderhandelingsteam en één onderhandelingsinzet. Ik vraag u daarom het voornemen van de PvdA-fractie te steunen om in de formatie met als één blok op te trekken met GroenLinks. En natuurlijk, ook als we niet gaan mee onderhandelen, willen we gezamenlijk onze inzet bepalen. Zodat we in oppositie of coalitie een vuist kunnen maken tegen rechts. Hoe die samenwerking er verder uitziet, dat bepalen we samen. En natuurlijk gaat u als leden van onze partij daarover. PvdA'ers, ik geloof in deze samenwerking. Omdat Nederland toe is aan een andere koers. Omdat we er samen voor kunnen zorgen dat een volgend kabinet eerlijker, socialer en duurzamer is. Een kabinet dat eindelijk werk maakt van de zekerheid van werk en wonen. Van het verkleinen van de ongelijkheid, het tegengaan van klimaatverandering. Het kabinet Rutte 3 heeft problemen laten liggen of ze groter gemaakt. Er kwamen meer daklozen, maar miljonairs werden rijker. Er kwam geen salarisverhoging voor de mensen in de zorg, maar wel een belastingverlaging voor multinationals. Het demissionaire kabinet Rutte 3 is als een struisvogel die 5 maanden na de verkiezingen met de kop in het zand blijft ontkennen dat we iets aan de problemen van Nederland moeten doen. En het is eigenlijk nog erger. Ze benoemen Kamerleden tot bewindslieden. Ze scheiden asielkinderen van hun ouders zonder het parlement daarover te informeren. Ze doen niks voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal en van de aardbevingen in Groningen. Mensen die steeds en nog steeds moeten wachten op compensatie. Nederland kan zich dit demissionaire kabinet niet langer permitteren. En het zou de VVD en het CDA sieren als ze zich zouden bekommeren om die uitdagingen, om de problemen waar Nederland voor staat. Maar die twee partijen waren de afgelopen maanden vooral druk met de linkse partijen uit elkaar proberen te drijven. Ze willen maar niet geloven dat het ons menens was en dat het ons menens is. Dat we elkaar niet los gaan laten. Ze hopen door verdeeldheid te zaaien links en progressief Nederland te verzwakken. Maar het is juist omgekeerd. Door samen op te trekken wordt links juist sterker en brengen we onze idealen dichterbij. Dus ik zeg u, het gaat ze niet lukken. En
tegen die partijleiders zou ik willen zeggen, als u dit verstaat onder de nieuwe bestuurscultuur, dan zijn we snel klaar. Maakt u zich liever druk om de situatie in uw eigen partij en alle afsplitsingen daarvan. Want de fractie en de leden van de Partij van de Arbeid kiezen hun eigen koers. Dat doen wij en niemand anders. Partijgenoten, we hebben zoals we hier zitten en alle mensen die thuis meekijken, allemaal een andere achtergrond. Maar we komen hier samen als sociaaldemocraten, omdat we geloven dat we de wereld samen mooier en eerlijker kunnen maken. Het zit in het DNA van de Partij van de Arbeid om krachten te bundelen en om samen verandering af te dwingen, onze idealen te verwezenlijken. Omdat je als vakbond samen sterker staat tegen de bazen dan in je dode uppie. Omdat we samen meer zijn dan één. Verbinding geeft kracht en die verbinding is na 40 jaar individualisme, marktwerking en liberalisme heel hard nodig. En daarom, partijgenoten, vraag ik u het voornemen van de PvdA-fractie te steunen om in de formatie als één blok op te trekken met de fractie van GroenLinks. Met een gezamenlijke onderhandelingsinzet te werken aan een kabinet dat staat voor eerlijker, duurzamer, socialer. Er moet een ander Nederland komen. Het land verdient broodnodige investeringen in betaalbaar wonen, in zeker werk, in kansengelijkheid, in liefdevolle zorg. Met een overheid die beschermt en een markt die getemd is. Omdat we samen sterker staan en omdat we de wereld zo mooier en eerlijker kunnen maken. Dank u wel. In het torentje zit minister-president Mark Rutte achter zijn bureau. Zijn gezicht staat ernstig. Ondanks al het gejubel in Den Haag is het niet zo vreemd dat het borrelt en broeit in het land. Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Ik ben witheet. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Wij zijn geen collega's. We zijn geen vrienden van elkaar. Wij zijn ambtsgenoten.